Deze beschouwing, die wordt heerlijk. En is voor het slapen gaan. Bestemd. Ja, je mag hem ook wel luisteren als je net wakker bent. Vind ik ook goed hoor. Maar we gaan het echt heel erg kalm aandoen. En... Ja, misschien als je een vrije dag hebt, dat je denkt: nou, ik ga eerst helemaal niks doen. En als je dan toch helemaal niks doet, dan kan je net zo goed ook naar mij luisteren, dan doe je ook niks. Want niks doen. Er is nog een Chinese dogma en dat heet 'woe wij'. Hey Piri, kon jij Chinees? Nee, dat kan ik niet. Maar ik weet wel wat 'woe wij' betekent. Dat is namelijk niet handelen. Ja. Nog wel. Uh, woe, li of zo? Dat betekent zoiets als natuurkunde of zo. Nou, woe wij betekent uh, niet handelen. Niks doen, niet doen. Hé, hey, we gaan het hebben over uh, het, het doel van het leven. Uh, en daar heb ik al een hele mooie over gemaakt waar ik erg erg, erg tevreden over ben. En die heet heel toepasselijk Het Doel van het Leven. <laughs> maar dat is dan deel 1. Ik weet niet hoeveel delen ik ga maken. Dus, dit is dan deel 2. Ja. Want in het Doel van het Leven, deel 1, heb ik met name stilgestaan bij het doelloze leven. En hoe je dat moet leven. Want ik heb medelijden met iedereen. Dus als jij zo iemand bent van het doelloze leven. en je wil weten hoe je dat moet leiden, hoe je dat moet doen. dan moet je die eerste uitzending over het doel van het leven lekker terugluisteren. Daarin heb ik het eruit en te na over. dat er zoiets bestaat, en dat weet jij ook wel. En het heet uh, leedvermijdend gedrag. Zo. Voorkom pech. Met handige tips als... Uh, ga niet met vrouwen om. Als jij een man bent. hè, Niet met vrouwen omgaan. Komt alleen maar ellende van. En ben je een vrouw? Ja, niet met mannen omgaan. Ja, je moet ook wel mensen... Je hebt een groenteboer. En dan zeg je... Dag groenteboer, mag ik een bloemkool? Ja, dat allemaal wel, maar geen uh, cleffe toestanden. Zeer zeker geen seks. Er komt alleen maar ellende van. Leedvermijdend gedrag. Uh, um, ja, ik ga het er nou verder niet meer over hebben. Want dat staat allemaal in deel 1. Kan Je horen in deel 1. Het, het komt er eigenlijk op neer dat je een levensstijl aanmeet. Die boeddhistisch is, waarbij het belangrijk is dat je niet tegen iedereen gaat lopen vertellen dat jij Boeddhist geworden bent, want dat is weer niet leedvermijdend. Dan raak je daar weer aan gehecht. Ja, nee, ik maak geen grapje. Dan raak je daar weer aan gehecht. Eh, van, ja, ik ben in ieder geval boeddhist geweest. Ja, oh, 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 daar gaan we al, daar gaan we al, daar gaan we al. Dat is hechting. Niet doen. Ik eh, pak even een kopje thee, dat mogen jullie ook doen. Hè? Ja, nu naar het, het, het doel volle leven... Kijk, we hebben de Bijbel. En heel veel mensen zeggen van de Bijbel. Van yeah, de Bijbel, de Bijbel, de Bijbel. We gaan er grapjes over maken. Of ze vinden het helemaal niks. Of. Uh, mijn dochter zei met een heel serieus gezicht tegen mij. Van, nou, ik heb er één keer in gebladerd. Goed hè? En nou, ze heeft een King James, hè? Shit. Nou, ik denk dat als je van je vader een boek krijgt van meer dan 400 jaar oud, uh, dat je iets meer uh, aandacht mag hebben dan er even in hebben gebladerd en dan denken dat ik uh, halleluja, Hosanna, prijs de Heer, ga lopen roepen. Goh, heb je erin gebladerd, meisje? Nee, zeg. Nou, maar ik weet dat het zo is hoor. Ik had ook niet anders verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ervoor gezorgd dat mijn kind een Bijbel in het, bezit, in het bezit heeft. En dat is wel het minste wat je kan doen als ouder. Ik had graag wat meer. Maar het lieve kind is trouwens ook nog niet van mij af. Dus. Uh, zoals Arnold Schwarzenegger zei: uh, I'll be back. Nou, je hebt de Bijbel. En de Bijbel die spreekt duidelijk van een doel in het leven. Van een opdracht. Uh, ja. Ja, anyway, als je dus al van de Bijbel bent, dan heb ik je verder niet veel te verklappen, behalve dat ik je kan vertellen dat dat wat in de Bijbel staat, dat dat logisch onderbouwd is. In de 18e eeuw en 19e eeuw. Ongeveer einde 18e eeuw en dan. In de loop van de 19e eeuw. toen is de, het fundament eigenlijk wel gelegd. En in de 20e eeuw is daar uh, nou nog wel wat bij gekomen. Dat is ook niet uh, voor de poes. Het was onvermijdelijk, hè. Want de Bijbel dat gaat dus over dingen. levensvragen en zo. Uh, aan ja, wat erin staat, dat klopt. En dan vraag je je af uiteindelijk van hoe konden mensen dat in die tijd al weten? Ja, en Dan gaan uh, bijbelgelovende mensen die gaan lopen gniffelen en zeggen ja dit komt omdat het God was die heeft het op laten schrijven. Dit is zijn geïnspireerde teksten. En Dan gaan jullie wel allemaal lopen gniffelen. Eigenlijk eventjes niet dan die bijbelgelovende mensen, maar de resten die hopelijk hier naartoe hier naar luistert. Anyway. Aan het einde van de 19e eeuw had je een Duitse filosoof, uh, die heette Immanuel Kant. Moet een hele aardige fan geweest zijn. Die deed geen vlieg kwaad. Die ging ook niet met vrouwen om, by the way. Die, had niet, die was niet getrouwd. Hij had een huishouder een man. In dienst. Ja. Ze was geen reetridder of zo. Meneer Kant dus, niet, hè. En die huishouder die kookte voor hem en die maakte de boel schoon. En Kant verdiende goed, want die was professor aan de Universiteit van Koningsbergen. Koningsberg. Zo. Stad in Duitsland met die zeven bruggen. En Kant kon dus van dat geld, uh, ja, had hij ook een vrouw van kunnen onderhouden, maar hij. Uh, ja, hij had een huishouder. Kost ook geld. En die kookte zijn potje en ja, nou, kant en klaar. Kant en klaar. En die kwam ermee dat de wereld van de verschijning... dat de fenomenen daarin, dus de verschijningen... Uh, dat je daarin niet de verklaring kan vinden voor het feit dat er verschijningen zijn. Verschijnselen kan je misschien ook wel zeggen. Uh, er zijn allerlei verschijnselen. En die verschijnselen worden niet veroorzaakt door een of ander verschijnsel. Uh, bij CERN bijvoorbeeld. Dat was een tijdje terug. Dat ze, uh, daar hadden ze een nieuw deeltje waar ze naar op zoek waren. En dat heette dan uh, het, het Godsdeeltje. Alsof er een deeltje is waarvan je kan zeggen: ja, dit deeltje dat is uh, verantwoordelijk voor alle verschijnselen. Een scheppend deeltje. Nee, dat is er helemaal niet. Dat kan niet. Als iemand hem wel kant, die kwam er mij. Dat het niet kan en dat mensen in CERN dan nog steeds uh, dingen laten publiceren van wij hebben het uh, scheppende deeltje namelijk het godse deeltje uh, zijn we aan het ontdekken en ja, dan heb je toch wel uh, spraken van een, een massa hysterie en mensen die in therapie moeten uh, bij een dagbesteding en want terug naar de basics. Wat kan je doen met klei? Kan je ook een asbak maken van klei? En, en, en wat voor een asbak maak je dan? Gewoon rustige dingen doen die uh, gezond zijn voor de geest in plaats van dat soort rare dingen bij CERN in Zwitserland. En gekke dingen lopen vertellen over het scheppende deeltje, het godsdeeltje, de God, de particle. Dat kan helemaal niet. Immanuel Kant, einde van de 18e eeuw. En Kant zei: maar ja, dat wat achter alles zit, dat wat alles heeft veroorzaakt, dat wat wij geen eigenschappen kunnen toedichten, dat, dat noemde Kant het ding op zichzelf. Dus als je Kant naast de Bijbel legt, dan zou je kunnen, mogen, moeten concluderen dat dat wat Kant bestempelt als dien aan zichzelf, ding op zichzelf, dat dat hetzelfde is als dat wat in de Bijbel God wordt genoemd. Alleen in de Bijbel worden uitspraken gedaan over God: God wil dit en God wil dat. En daar is Kant dan heel terughoudend in. Namelijk dat hij beweert dat hij helemaal geen kennis heeft van God. Want dat dat ook niet kan. Maar toen was Kant overleden. En dan kwam er een nieuwe ster aan het firmament. En die heette Arthur Schopenhauer. En die was het helemaal eens met Kant. En die concludeerde dat het ding op zichzelf. DAS, Ding aan zichzelf, dat dat, dat, dat een. Uh, dat je daar toch wat van kan zeggen. En dat dat begrip niet zo kleurloos in de wereld hoeft te staan als Kant had gedaan met zijn Ding aan zichzelf. Uh. Oh, er is een ding en het staat helemaal op zichzelf, en voor de rest is alles een verschijning. En we weten niks van dat ding op zichzelf. Schopenhauer zei: Nee, nee, nee. Zo kleurloos hoef je niet te doen over dat wat alles heeft veroorzaakt. Over die scheppende macht, als het ware. Dat kan je, daar kan je toch iets van zeggen. En Schopenhauer kwam met dat begrip de wil. En dat staat netjes beschreven in dat hoofdwerk van Arthur Schopenhauer. En dat hoofdwerk heet De wereld als wil en voorstelling. Ik heb het hier in huis. En je kan het kopen. Het kost natuurlijk kan je het kopen. Een paar tientjes. Heb je nog gloednieuwe? En je kan misschien wel tweedehands. Kan je het ook wel krijgen, denk ik. Daarin maakt Schopenhauer dan die... Nou ja, Kant moet je al begrijpen. En het beste bewijs van Kant staat in het voorwoord... bij de tweede editie van het hoofdwerk van Kant. Dus Kritiek der reinen Vernunft. Daar moet je het voorwoord van hebben, bij de tweede editie. En de andere handige intree, entree in het werk van Kant... is zijn boekje De Prolegomena... Dat vond ik heel erg leesbaar. Ik zou je niet willen aanraden om de kritiek der reinen, vernoemd van kaf tot kaf te gaan doen. Er is erg veel pagina's. Maar ja, als je er zin in hebt... Die afleiding van Schopenhauer, dat het bij het ding op zichzelf gaat om een wil, dat snijdt hard. En dan kom je aan een hele fraaie, want nadat Schopenhauer van het wereldtoneel was verdwenen, toen kwam er een nieuwe Duitser, Kant was een Duitser, Schopenhauer was een Duitser, en toen kwam Duitser nummer drie. En die heet uh, Friedrich Nietzsche. En die is het helemaal eens met Kant... over het feit dat... Uh, de, de, de factor die alles geschapen heeft... die is niet in de werkelijkheid te vinden. Dat is hij met Kant eens. En hij is het eens met Schopenhauer... dat dat die factor, dat die gelijk staat aan de wil, en dat wat wij een wil noemen, dus is hij met Schopenhauer eens, en, zegt hij, die, die wil, die wil tot macht komen. Want een wil die niet tot macht komt, uh, wat is dat? Dat slaat nergens op. Hmm. En dan kan je, ja, daar hoef je eigenlijk niet zo gek veel voor af te leiden. Dat kan jij ook vinden. Dat kan je ook als waarheid bestempelen. Een wil die niet tot macht wil komen, wat is dat voor een wil? Ja, ik, uh, laat me even op je insinken. Oh. En uh, ik kan eraan toevoegen. Een wil heeft een doel. En Nietzsche zegt dan ja, het doel van de wil is om tot macht te komen. En ik denk dat Nietzsche dat goed zegt. Ik heb geen zin om Nietje te gaan verbeteren, ofzo. En in elk geval kan ik eraan toevoegen dat een wil een doel heeft. Nou, en als een wil een doel moet hebben, want anders is het geen wil. En als een wil geen doel heeft, dan wil het ook niet tot macht komen en is het dus geen wil volgens Friedrich Nietzsche. Dus dan heb je het niet over de scheppende macht van. Der, ...van de wereld der verschijnselen. Dus die wil... ...die heeft een doel. En de doel van die wil... ...is om tot macht te komen. Maar als die wil een doel heeft... ...en jij bent... Een, ...jij bent gecreëerd... Door die wil die een doel heeft? Ja, waarom zou die wil jou hebben gecreëerd als jij met jouw leven geen doel hebt. Of kan hebben. Waarom? Anders dan dat je valt in de categorie pechvogel. Maar dan nog heb jij als mens. wanneer jij verkeert in omstandigheden. waarvan je denkt van. jeetje wat een pech, jeetje wat een pech. Nou. het geldt natuurlijk niet voor iedereen. maar een hoop mensen. die beseffen dat ze in een pechsituatie zitten. die hebben. Mogelijkheden om daar verandering in aan te brengen. Dus niet iedereen is uh, hopeloos opgeschreven in een situatie met pech. Een pech is, ga daar maar vanuit. Nou, iemand als Christus Jezus, die, die voegt er toch echt aan toe, van ja, moet je lusteren mijn jongens, je kan wel zeuren over pech. Maar de, de grootste vormen van pech, of het grootste aandeel van pech, dat wordt veroorzaakt door mensen zelf die ongelooflijk domme keuzes maken. Dus denk aan die vrouwen die... Uh, veel, die zitten te wachten op de komst van de grote bruidegom. En dan hebben ze olielampjes, maar geen olie. Ja, waar zit je dan op te wachten? Met wat dan? Ja, en of jij uh, die olie bevat. Want het gaat om in het verhaal van Christus Jezus erom. dat. Jij moet van binnen moet je vervuld zijn. En je, je moet dus niet leeg zijn van binnen, net als een olielamp zonder olie. Daar kan je wel een vlammetje bij houden, maar er gebeurt niks. Ik, ik parafaseer even, ik heb dit stukje Bijbel niet uh, meegenomen in mijn voorbereiding. Maar er zijn helemaal meer. Christus zegt zonder meer dat het leven een doel heeft. Er wordt dan geklaagd in de moderne maatschappij over een begrip als werkeloosheid. Maar dan heb je het alleen maar over goed betaalde baantjes. Hier in Nederland is een werkeloosheidspercentage van zoveel. Uh, ja, hoe kan dat nou als mensen tegen mij zeggen op mijn werk dan hè? Oh, 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 wel fijn dat jij dit werk doet. Want we kunnen bijna niemand krijgen hoor die dit werk wil doen. Met een beetje toewijding. Ja, hoe moet je dat nou rijmen met uh, werkeloosheid in de samenleving? Dus kennelijk willen mensen. Ze willen alleen maar bepaalde baantjes. En niet werken. Ze zijn kieskeurig. Ze snappen het niet. Vind ik dan, hè? Die mensen snappen het niet. En begrijpen niet dat het leven een doel heeft. En in mijn geval, ja, ik zeg niet dat iedereen moet gaan werken per se. Want Ligt er ook maar aan. Het kan ook heel goed zijn voor jou. dat je juist geen baan hebt. En dat je veel effectiever kan opereren. vanuit een uitkering. Dat is wat ik nu even zeg. Ik ga niet zeggen van een ander. wat hij moet doen. Echt niet. En ik zeg je. dat er genoeg te doen is. Het huis van mijn vader. heeft vele kamers. En het koninkrijk der hemelen de, is als een man met een wijngaard. En die heeft nooit genoeg arbeiders. Nooit genoeg. En daar zit je doel van je leven. Van jouw leven dus ook. Hè? Om dat in te zien hoe die wil. Die jou geschapen heeft, hoe die wil tot macht wil komen en hoe die wil tot macht zal komen. En dat zou je dan als mens niet zeker kunnen weten, omdat het gaat om de toekomst. Dus daar zit een twijfeldingetje in. Maar als de wil niet tot macht komt, dan is er dus nooit een wil geweest en dan ben jij dus ook nooit geschapen. Ja, een kwestie van logica. Want je bent geschapen door een wil. Even technisch gesproken met Schopenhauer. En jij als mens, jij bent de resultante, het resultaat van een wil. En die moet wel tot macht komen, want anders, ja, dan was het echt allemaal toevallig. En dat kan toch eigenlijk niet. Dat is wat ik denk. Hè? Misschien dat jij een andere mogelijkheid ziet om er somber over te denken, maar of om er maar toch somber over te denken. Maar... Ja, wat mij betreft is er geen reden om somber te denken over het leven. en het doel van het leven. Er is dus alle reden om jezelf te verheugen. Ja, maar de Illuminati. die, uh... oh, die verpesten alles. En hoe kan je dan blij zijn? Goede vraag. Punt 1, dat de Illuminatie, of wat je ook maar eronder verstaat, dat die alles verpesten. Ze verpesten in overdrachtelijke zin, verpesten ze alles, maar ze verpesten niet alles. Punt 1. En punt 2. Het feit dat die lui zo belachelijk bezig zijn, en dat zijn ze, dat wil niet zeggen dat jij dan ook maar belachelijk bezig moet gaan lopen wezen. En als jij dan niet belachelijk bezig gaat, maar jij blijft lekker serieus en daarmee dus heel tevreden over jouw leven, heel dankbaar en uh, ja, vol van energie en zo en mogelijkheden zien en noem het maar. Ja, des te beter jij afsteekt tegen de rest. En aangezien de wil die tot macht komt gebruik moet maken van dat wat hij zelf heeft veroorzaakt, loop je een grote kans dat als jij je eigen wil opheft en alleen maar Gaat betrachten dat waarvan jij bijna zeker kan weten dat dat de algemene ene wil is. Nou dan is de kans dat jij ingeschakeld wordt als arbeider in de wijngaard van de wil dus groter. 100% kans, dat weet je niet. Want je kan pech hebben. Maar dan nog. Meedoen is belangrijker dan winnen. Binnen het concept dat Kant gelijk heeft, Schopenhauer gelijk heeft en Nietzsche gelijk heeft, dan heeft die wil dus een doel. Nou, en als ik dan ook gelijk heb, dan uh, gaat die wil die gaat zijn zin krijgen. Die gaat tot macht komen. Man, dan moet je even gaan nadenken wat er dan gaat gebeuren. Wauw. Arthur Schopenhauer, die, die kwam uit een aardige... Arthur Schopenhauer, die heeft in zijn werken uh, een aantal keren uh, de Bijbel geciteerd. En van de keren dat hij dat uh, deed, dat hij de Bijbel erbij haalde, was dat alleen maar uh, positief naar de Bijbel toe. Met één uitzondering. Ik heb niet alles gelezen van Schopenhauer, uh, dus misschien heb ik er eentje over het hoofd gezien. Maar er is er eentje waarvan Schopenhauer zegt: van ja, dat vind ik niet zo heel erg uh, super dat dat in de Bijbel staat. En dat is het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst. Waarbij uh, Christus ervoor heeft gezorgd dat vissers hele volle netten hadden met allemaal vissen. Oh, 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 wat een hoop te eten. Hè? En dat Schopenhauer dan zegt: van ja, ik vind dat zielig voor de vissen. Daar heeft Schopenhauer een punt. In de, in de Bijbel in het begin bij Genesis. Daar werd gegeten van de vruchten van de bomen en de struiken. En niet, er werden geen dieren gebarbeeld. Dus als de wil van Schopenhauer tot macht komt. En ja, dan gaat er veel veranderen. Dan worden we allemaal uh, terstond uh, veganist. Er gebeurt dan iets. Ja, ja dat, dat wordt wauw. Echt hoor. Dan is er geen onderscheid meer tussen uh, dat wat van jou is en dat wat. Uh... Ja, dan is dat wat van jou is, is datgene waar jij verantwoordelijk voor bent en en meer niet. Dus een diefstal dat komt niet meer voor. Ja, naar zoiets uh, gaat de wil toe. Want de wil is, een, is maar één wil. En de wereld is nu een verscheidenheid aan tegenstrijdigheden en zo... En... Trump wil een muur tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika. En de Democraten die willen geen muur tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika. En een gekakel, dat gaat maar door. Ja, maar dat is het gekakel van de verscheidenheid. Maar er komt een. De, de wil, het, dat is niet conform de wil om een muur te maken tussen Mexico en Noord-Amerika. Dat zal de wil nooit willen. Waarom? En dan wil ik niet meer zeggen dat de wil dan pro-immigratie is. Want in dat kader met die immigratie, en dat merk je ook hier in Nederland, ineens de immigratie is nadelig voor de mensen die al in de regio wonen. Die daar zijn geboren, die daar zijn opgegroeid. En, en dan stromen die gebieden vol met mensen die de taal niet spreken en nou ja, noem maar op. En dat is niet... Dat is niet fair, dat is niet eerlijk. En dat wil de wil ook niet. Want er is maar één wil en wij zijn allemaal, ja, in de Bijbel staat dan kinderen van die wil, kinderen van God. We zijn allemaal ja, van die wil. Die buurman is dus van dezelfde wil als waar jij van bent. Snap je? En dat komt eraan. Dat kan niet anders. Ik moet dan ook denken aan het boek van Frank Tipler. Fysica de onsterfelijkheid. Waarin hij daar ook bij stilstaat. Nou, niet zozeer met de wil als uh, uitgangspunt. Nou, dat is niet helemaal waar, toch? Hij heeft het over de wil tot overleven. Wat nou als de wil tot overleven, als, als die ja, het voor elkaar krijgt om alsmaar te overleven? Het maakt niet uit hoe moeilijk de omstandigheden zijn, de wil tot overleven, die zal overleven. Het is wel een leuk boek hoor, Fysica de Onsterfelijkheid. Kan je ook nog zo kopen. Frank, Frank, Tippler. Theodor, Isaac, Pieter, Pieter, en dan of alleen Pieter, tip met één P, en dan L E R. Die komt er ook mee. Dat het gaat om het opheffen of ja, dat is wat er aankomt. De, de verschillen die gaan er allemaal aan. En toch blijven wij bestaan. Het is een bepaald. Uh, er zit een contradictie in, maar die contradictie is op te lossen. Die heeft Frank Tiplow aangegeven. Dus de verschillen worden opgeheven, maar de eigenheid blijft. En dan krijg je een soort van hemel met eeuwig geluk. Geen verdriet, geen leed meer, helemaal niks. Geen pech. Het is een grote belofte. En jij en ik zullen dat niet meemaken, dat is niet waar. Maar jij en ik zitten wel in... Uh, in de tijd... Zitten wij in de lange weg naar uh, die hemel... Die hemel op aarde. Ja. Het is een kwestie van tijd. En tijd is ah, veel. Dus, ja, dus heel veel tijd of heel weinig tijd, dat maakt niet uit. Maar het is een kwestie van tijd. En ik verwacht niet dat ik dat meemaak. Bij verre van dat. Zo eerst moet. Dat laatste boek van de Bijbel. Dat moet uitkomen. Het boek Openbaring. Dat moet eerst komen. En dan daarna nog. Maar ja. En iemand als Jurk Liesman, dat is een bijbelgelovende christen, die zegt, nou, over 150 jaar, dan, dan zitten we echt in de uitkomsten. Sorry, even niezen. Van het boek Openbaring, dan komt Christus terug. 150 jaar, denk ik. Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. Het zou kunnen dat hij gelijk heeft. In het grotere geheel, uh, met de, de verhalen, de meningen, de theorieën uh, erbij van die drie Duitsers. Ja, dan durf ik ook helemaal geen tijdseenheid aan te koppelen. Ik weet alleen maar dat ze gelijk hebben. Die Duitsers. En ik weet ook dat wij. Een vrije keuze hebben om ons moreel te gedragen of niet? Jij ook, ik ook. Die, die vrije keuze heb ik. ik en jij ook. En ik zou jou willen oproepen om uh, je moreel te gedragen. Maar dat doe ik ook naar mezelf toe. Ik wil ook dat ik mij moreel gedraag. Dat is best moeilijk, moet ik zeggen. Want hoe weet je dat nou dat je je moreel gedragen hebt? Hè? Ik kan het wel vinden, maar heb ik daarin gelijk? Ja, dat weet ik niet. Het is moeilijk om daar een, voor jezelf een oordeel over te hebben. Vind ik. Het is goed om je eigen gedrag uh, tegen het licht te houden, en wat vind je nou zelf van je eigen gedrag? Je hoeft aan mij niks op te biechten hoor, daar gaat het mij niet om. Maar wat vind je zelf van je eigen gedrag? Hè? Ben je het ermee eens? Wat vind je zelf van de keuzes die je hebt gemaakt? Hè? Kloppen die nou? Ben je het daarmee eens? Want het leven is een, uh, ja, noem het maar uh, letterlijk, uh, een bloedserieus gebeuren. En moraliteit, ik, ik garandeer het je hoor, De moraliteit telt. Dat zegt Schopenhauer ook. Uit het feit dat alles wat er is geschapen is door één en dezelfde ondeelbare wil, daaruit volgt direct dat moraliteit moet. Er is geen keuze. Punt. Zo so be it, you know. Ja, het is maar wat. Heb ik je mooi opgezadeld met een, een hang naar moraliteit, dat je wel moet? En ben jij niet moreel? Ja. ja denk niet dat als niemand het weet, dat je er dan mee wegkomt. Want dat kan niet. Als jij iets hebt gedaan wat moreel niet oké okay is. Dan is er minimaal één iemand die dat weet. En dat ben jij. Want dat je het voor de rest aan niemand vertelt. Ja. Dan mag je hopen dat het bij één persoon blijft. Maar dat weet je ook niet. En dat wat jij weet. Um, Ja, in hoeverre is kennis echt privé? Ik kreeg vandaag ook weer een, een mailtje van iemand, en die had ik al de hele tijd niet gesproken, en die begint over iets, en ik dacht: hé, hey, wat toevallig, daar dacht ik net aan terwijl ik die persoon al maanden niet gezien heb. Maar ik was in gedachten ergens mee bezig. En ook nog wel dat ik dus dacht... Van, ja, dan moet ik ook tegen die persoon eens even zeggen... dat ik daarover denk of zo. Hè? En toen bleek die persoon er ook al aan te denken. Nou, dan kan je zeggen, ja, dat is toeval. Nou, dat kan je zeggen... Dat... Je kan ook zeggen dat gedachten niet per se van jou zijn. Er is een Britse wetenschapper. Ik ga nog een keer een uitzending helemaal wijden aan hem, een beschouwing. Wijden aan hem, aan zijn werk. Zijn ideeën. Maar die Brit die heet uh, Rupert, Rupert. Sheldrake. Hij is ouder dan ik. En een tijd lang is hij atheïst geweest. Maar dat is hij niet meer. Hij is nu een anatheïst, Als ik het wel heb. Dat is iemand die weer opnieuw in God is gaan geloven. Dat is een bekeerde atheïst. Hij heeft. Hij heeft meegewerkt aan een VPRO-programma. En dat programma had als titel Een schitterend ongeluk. Ik denk dat dat wel. Uh, op het internet staat. Een. schitterend. Ah, dat staat wel. Een schitterend ongeluk. Dan, dat is van Wim Keizer. Nou, zeg, diegene die bovenaan staat, dat is dan uh, gelijk... Uh... staat uh, Rupert Sheldrake. Oliver Sacks komt ook, en Daniel Dennett, oh, dat vind ik een eikel. Maar, maar goed, iedereen moet zo'n woordje mogen doen. Oliver Sex is inmiddels overleden. Er is ook iets van Jiskevet vet over een schitterend ongeluk. Die ga ik ze dadelijk even kijken. <laughs> is wat ze daar nog mee bedoelen. Maar anyway, uh, Rupert Sheldrake, de die man van de morfogenetische velden, die zegt dat gedachte. Die kunnen overgenomen worden door andere mensen. De gedachten zijn dus niet privé. Nooit niet. <laughs> niet voor de volle 100%. De gedachten kunnen resoneren. Net als dat, dat een, Als jij een, een instrument in huis hebt. En je neuriet een bepaalde toon, dan kan zo'n instrument mee resoneren. Als je een, een, een gitaar hebt of een, een, ban, een mandoline of zoiets. Dan, of ja, iets met een drum of zo. Dan, 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 dan resoneert dat mee. En zo kan het dan ook met gedachten gaan. Dus jij gaat iets denken en een ander die, die denkt... Ja, nou, die resoneert in zijn gedachten met jou mee. Dan denk, ja, Piri, je bent helemaal gek geworden. Nee, ik ben helemaal niet helemaal gek geworden. Ik heb het over Rupert Sheldrake. <laughs> ja, want dan is Rupert Sheldrake helemaal gek geworden. Nee. Rupert Sheldrake heeft dit namelijk uh, met experimenten uh, onderbouwd. Die heeft het ook uitgevoerd. En dat, dat zal ik in die uitzending over Rupert Sheldrake... zal ik het, daarbij, zal ik het daarover hebben. En dan... Uh, ja, dan moet, dan moet je daar maar naar luisteren. Maar gedachten zijn dus niet per se privé. Dus die leuke zin van, uh, van Spinvis... in dat lied... Wat was dat ook alweer? staat van narcose of zo heet het nummer staat op zijn eerste cd en dan zingt hij van uh, vandaag reed ik een fietser dood maar gelukkig heeft niemand mij gezien nee dat is een ander nummer by the way maar dat maakt ook niet uit je kent het nummer wel denk ik Maar dat gaat dus niet op. Dus het doel in je leven heeft alles te maken met het feit dat alles wat jij denkt, dat resoneert in het denken van andere mensen. En moraliteit is heel, heel, heel belangrijk. Want wij zijn allen veroorzaakt door één en dezelfde wil. Snap je? En hoe dat dan verder moet met jouw leven, van ja, maar Piri, wat is dan het doel in mijn leven, mijn persoonlijke doel, uh, heb je er ook iets van? Dan zeg je zeggen, nee, daar weet ik helemaal niks van. Dat hoeft ook helemaal niet. Want daar moet jij wat van gaan weten. Je begint maar met het je af te vragen. En ben jij moreel bijvoorbeeld? Vind je dat zelf dat je moreel bent? En dan kan je je ook afvragen, uh, zit je in een situatie waarin je moreel kan zijn? En dat jij getergd wordt door uh, een hele slechte, uh, ja, weet ik wel wat voor een situatie je in zit, maar je bent helemaal getergd. Ja. En de godganse tijd uh, barst je uit je vel en uh, ja... Nou, dan is het denk ik tijd om die situatie te gaan veranderen. En te kiezen voor een situatie waarin jij eh, je omgeving de tijd en de aandacht kan geven die het verdient. Snap je? Er zijn vele wegen om te komen tot een invulling van jouw leven. En de handvatten die ik je bied, eh, dat is dus je moraliteit. Je aandacht voor andere mensen en beseffen dat er dus een wil is die alles heeft veroorzaakt en dat wat in de Bijbel staat, dat is zo gek niet. Snap je? Nou, en dan zeg ik uit, tegen jullie, in vol van vertrouwen, op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.